van de bekendste tunes van André Brasseur was dat. En de Big Fat Spiritual, Mike. En bij Mike staat op het zomerterras hier van Radio Meteor Bram van Melkrock Tilt. Ja, inderdaad. We begonnen met André Brasseur. Het staat ook op jullie, of hij staat tenminste ook op jullie affiche, Bram. Dat klopt. Daar zijn we heel tevreden over. Vorig jaar stond hij op Pukkelpop. Hij is een beetje bezig aan een revival. De man is bijna 78. En we zijn blij dat hij een jaar na Pukkelpop op onze jubileumeditie te zien zal zijn. Ja, 20e editie van jullie organisatie. Vertel eens, Bram, Melkrock, heeft dat dan te maken met de melkboer die langskwam? Nee, dat is een eeuwig misverstand. Dat moeten we jaarlijks een beetje uitklaren. Nee, het heeft te maken met de plaats waar het festival destijds is ontstaan. Dat was Café de Melkweg in Tielt. Ja. Melkrock is opgericht door Stéphane Lambert. En dat was destijds de uitbater van Café de Melkweg. Dus dat is eigenlijk een intergalactische link. Okay, vandaar ook de VZW die het nu al jaren organiseert, is VZW Heelal. Ook ruimtelijk. Ruimtelijk, inderdaad. Kosmos. Kosmos, daar gaat het over. Ja, we gaan het eens kort hebben over de affiche, want het is een indrukwekkende line-up die jullie hebben. Waarom moeten we naar Melkrock komen? Ah, super gezellig festival. Een beetje zoals Kuifje. Voor mensen van 7 tot 77. Uh-huh. André Brasseur is er zelf 78, dus die past er ook perfect. Het is heel gezellig. Springkastelen voor de jongsten. Toffe sfeer en goede livebands vooral. En ook een paar bands die nu echt wel in de lift zitten. Romeo Elvis, de Brusselse hiphopper. En Jay Bernard, dat is Jinte van Balthazar. Van Balthazar, inderdaad. Ook de mensen die ik staan. Ja. Die bestaan 25 jaar dit jaar, dus dat is ook een jubileum. Dat valt dan mooi samen. De Mens 25 jaar, Melkrock 20 jaar. En dat is een ijzersterke liveband met heel veel bekende hits. Ja. Die de mensen, zonder dat ze het soms zelf weten, echt wel kennen ook. Ja. Ik kan me ook voorstellen, Bram, we staan hier op de site van Summerfesten. Ik hoef jou niet te vertellen dat aan een dergelijke festiviteit heel wat voorbereiding aan vooraf gaat. Dat klopt, ja. Want, dat is teamwork en er kruipt aardig wat tijd en energie in. Net de affiche-rondes ook achter de rug. Ja, dat is een beetje het overzicht bewaren en een blijvende inzet vertonen. Maar het blijft plezant. Ik lees hier ook in jullie programmaboekje. Jullie vertellen eigenlijk dat Melkrock een stukje Woodstock is. Ja, dat is een quote van een muzikant van Evil Superstars. En dat vind ik wel leuk, omdat we hebben een compact terrein dat heel gezellig is. Tussen de bomen, je kan er lang uit in het gras liggen. En het blijft altijd gezellig. Dus daarom ook, het is een betalend festival, omdat we ook geen overdaad willen. En eigenlijk de grens van terrein is ook de grens van de publiekscapaciteit. Dus jaarlijks hebben we 1500 bezoekers. Het is chill, de sfeer is los, de pintjes zijn goedkoop en de bands zijn leuk. En nog hopen op goed weer ook? Of? Ja, dat is de grootste uitdaging altijd. Allee, ik kan je weinig aan doen, maar altijd fingers crossed dat dat mooi weer is. En dat is nu al de voorbije 2 jaar zo. Ja. Maar eigenlijk rekenen we dat er één keer om de 3 jaar toch wel een minder editie qua weer kan tussen. Daar houden we rekening mee. Daar houden we mee rekening. Mensen die er willen naartoe gaan, kunnen zij nog tickets? Ja, online. Via onze website www.melkrock.com en dan doorklikken op tickets. €20 in voorverkoop. €20 in voorverkoop. Zeg Bram, wat ik me soms afvraag, zo'n iets organiseren. Ik heb het ook aan al menige BV's gevraagd, er is ook een passie. Ik kan me voorstellen dat er ook daar een passie voor nodig is om zoiets op poten te zetten. Ah, iedereen in de VZ2, we zijn met 12, 13 mensen, houdt van muziek. Ja. En, we gaan zelden iets tegen onze zin programmeren ook. Allee, je houdt wel rekening met het publiek en zo, maar ja, heel veel passie en goesting, omdat iedereen doet het gratis, onbezoldigd. Dus, doorheen de jaren is er wel een soort natuurlijk verloop van mensen die in en uit de VZ2 stappen. Maar tot dusver lukt dat al 20 jaar lang. Dat is heel natuurlijk en blijft plezant. Is het dan ook zo dat jullie zelf naar andere festivals ook gaan eens een kijkje gaan nemen? Of om inderdaad misschien de affiche te vullen? Ah, ja. We doen wat, zoals dat heet, wat is het woord weer? Prospectie. Prospectie, inderdaad, ja. Af en toe, maar ik krijg heel veel mails toegestuurd ook van boekers die zaken of die bands aanbieden. Dus en soms ga ik zelf op zoek naar iets. Dus dat is een wisselwerking. Maar we mogen niet klagen van aanbod. En zelf gaan we regelmatig naar festivals. Het is ook een deel van mijn echte job. Ik werk voor een plaatfirma en een boekingskantoor. Dus ik ben heel vaak op de baan. Richting bands waar ik zelf mee samenwerk. Maar ik blijf ook gepassioneerd naar bands gaan waar ik niet mee samenwerk, maar dat ik wel live zie. Ja. En af en toe komt er dan iets in aanmerking voor Melkrock. Ja. Inderdaad. Ik kan me voorstellen, Bram, dat een overbodige vraag zal zijn. Vakantie, dat zit er niet in waarschijnlijk voor jou deze dagen nog Mijn vakantie is meer een roadtrip van festival X naar festival Y. Dus,
Always on the road, zoiets. Ja. Oké, zeg, alles weten over Melkrock. Ja, is natuurlijk surfen naar de website, dat hebben we al aangehaald. Maar als ik het goed heb, heb jij een kleine verrassing voor onze luisteraars? Als dat mag van jullie, dan schenk ik graag 2 duo-tickets weg voor het festival. Voor onze luisteraars is dat altijd interessant natuurlijk om eens Melkrock te gaan bekijken of te komen meebeleven, zeg maar. Zeg Bram, mag ik jou heel hartelijk bedanken om eventjes te willen langskomen hier in Aalter voor wat betreft de Melkrock. Ik wens jullie een schitterende 20e editie toe. Waarvoor dank, merci voor de uitnodiging. Bedankt, tot ziens. Okay, graag gedaan. En de mensen die mogen ons mailen op info@radiometeor.be. En daaruit gaan we voor de eerste 2 die daarvoor mailen, die krijgen dus elk een duo-ticket voor Melkrock. Dus de eerste 2 die ons mailen op info@radiometeor.be. En we gaan ondertussen nog een keer luisteren naar André Brasseur en nu met Holiday, die andere kaskraker van hem.